Stichting Mini League Voetbal Apeldoorn bestaat 5 jaar. Basisschool De Rank vierde zaterdag haar 50-jarig bestaan. En diploma's uitgereikt aan ruiters met een handicap. De Mini League Voetbal Apeldoorn voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar bestaat 5 jaar. Zaterdag werd de league gehouden op het terrein van de Apeldoornse voetbalvereniging Columbia. Wat is Mini League Voetbal eigenlijk? Mini League Voetbal is de kennismaking voor 6 en 7-jarigen met het voetbal. En dat moeten ze eigenlijk zelf doen. Ze krijgen zelf de ruimte op het veld. Ouders staan achter de omheining. Er zijn geen scheidsrechters bij. Kleine veldjes met grote doeltjes. 4 tegen 4, geen keeper. Ruimte aan de kinderen. Je had het net over geen keeper, geen scheidsrechter. Klopt. In principe laat je zoveel mogelijk aan de kinderen over. Er zijn wel teambegeleiders. Dus elk team heeft een begeleider. Ook voor wisseltjes, wisselspelletjes en dat soort zaken. Maar die moeten ingrijpen op het moment dat de kinderen vastlopen of er zelf even niet uitkomen. Maar in principe is het zelfregulerend zoveel mogelijk. En waarom hebben jullie dit georganiseerd en organiseren jullie dit al 5 jaar? De reden daarvoor was dat er een aantal verenigingen binnen Apeldoorn kleine aantallen minis hadden. Daar eigenlijk weinig leuke dingen mee konden doen. En door samen te werken kunnen ze nu gewoon tegen elkaar voetballen. En dat is eigenlijk de grote winst voor die kinderen. Dat ze toch zelf meer uitdaging krijgen tegen andere teams. Binnen de gemeente Apeldoorn doen 10 voetbalverenigingen aan de Mini League mee. We hebben 10 deelnemende verenigingen en in een aanhangwagen zitten alle materialen die we nodig hebben voor 10 velden uit te zetten. En elke keer gaan we bij een andere vereniging dit concept spelen. Een van de vaste onderdelen is het maken van penalties en dat valt niet altijd mee. Op de grote goal, van dichtbij mogen ze op de goal schieten en dan hoort er altijd bij, ja. Iedere week wordt er bij een van de aangesloten voetbalclubs een Mini League gehouden. De protestants-christelijke lagere school De Rank, nu vooral bekend als de Montessori-school Passepartout De Rank, vierde zaterdag haar 50-jarig bestaan. Veel oud-leerlingen en oud-leraren waren daarbij aanwezig. Voor veel oud-leerlingen was het een leuk weerzien. Ook de klaslokalen waren volgens hen nauwelijks veranderd. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, geweldig. Het sowieso dat je weer in je oude buurt zit is gewoon heel erg leuk. En dat je mensen ziet ook van meerdere leerjaren. Ja, het is, en de juffen en de meesters. Het is gewoon leuk. Echt sentiment hoor. En wat is een klaslokaal veranderd of niet? Nou, dit is volgens mij klas 6. Ja. En er is volgens mij niets veranderd. Behalve dat wij in een U-vorm zaten, een dubbele U. Maar voor de rest is er echt helemaal niks veranderd. Ja. Volgens mij kwam je net ook oud-klasgenootjes tegen die je al heel lang niet meer hebt gezien. Ja, dat klopt. Maar leuk is dat je via Facebook toch alweer een aantal mensen, nou ja, niet fysiek, maar wel ziet. En dat is wel erg leuk om te zien dat je ze nu gewoon echt ziet. Hoe is het om al deze oud-leerlingen die nu komen weer terug te zien? Dat is hartstikke leuk. Maar ik zie ze ook op Facebook. En ik heb ontzettend veel contacten via Facebook over de hele wereld met oud-leerlingen. En dat is hartstikke leuk. Piet den Beste was 34 jaar directeur van de school. Hij koestert heel veel mooie herinneringen aan die tijd. Hoe bent u hier begonnen? In 1967 met 116 leerlingen afkomstig waren van de Sondorpschool. En toen zaten we in noodlokalen aan de Edisonlaan. Maar er waren te weinig lokalen en één klas zat dan in het Groene Kruisgebouw. Maar ja, dat moest op dinsdagmiddag, werd dat door hen zelf gebruikt, dus dan moest die klas opgedeeld worden. Maar een mooie tijd gehad. En wat als ik u vraag, noem eens een van die warme herinneringen. Het zijn er te veel om op te noemen. Het was, alles, de hulp van de ouders bijvoorbeeld. Enorm veel ouderhulp hier gehad. Maar ook nog steeds contacten met heel veel oud-leerlingen. In één woord, geweldig. Oud-lerares Steenstra had moeite met het herkennen van haar oud-leerlingen. U bent hier vroeger 29 jaar onderwijzeres geweest. Hoe was dat? Hartstikke gezellig. Een hele leuke tijd gehad met collega's en met kinderen. En hoe is het om al die oud-leerlingen nu weer terug te zien? Leuk, maar ik ken ze niet allemaal meer.
En ik vraag me soms af, heb je echt bij mij in de klas gezeten? Ja, dat. Maar ja, ik ben nu 20 jaar weg, dus dat gaat heel wat jaartjes terug, hè. Maar wel leuk om volgens mij zo terug te kijken. Prachtig, ik vind het prachtig, jazeker. Leuk hoor. En mij herkennen ze meestal nog wel. Ik schijn niet zoveel veranderd te zijn. Dat is wel leuk. En weer zien met de oud-juf? Heel leuk, heel leuk. Ja, net 81, hè. En ze is er, dus gewoon ontzettend leuk. Want we weten er eigenlijk nog wel heel veel van. Jij ja, ook? Ja, zeker. In Manege Pothoven in Beemte-Broekland werden zondagmiddag diploma's uitgereikt aan ruiters met een handicap. Stichting Paardrijden voor Gehandicapten organiseren jaarlijks lessen voor deze doelgroep. En met reden. Het is heel erg mooi om te zien hoe de mensen met een beperking erop reageren. We hebben heel veel soorten beperkingen. Bijvoorbeeld met de lichamelijke beperkingen. We hebben kinderen die veel beter een evenwicht gaan vinden op het paard. Als je natuurlijk altijd in je rolstoel zit, dan ken je de loopbeweging niet meer. Dan rol je alleen maar. En met het paardrijden hebben ze dan weer die loopbeweging. En ja, dat is gewoon heel goed. Het vinden van het evenwicht, het vinden van de rondbalans. Verder hebben we mensen met verstandelijke beperkingen. We proberen altijd zoveel mogelijk vanuit de veiligheid. Dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Proberen wij altijd mensen zo zelfstandig mogelijk te laten rijden. Dus wat ze kunnen, dat proberen we ook te stimuleren op een leuke manier. De ruiters mochten aan vrienden en ouders laten zien wat zij zo al geleerd hadden. De paarden die hiervoor worden ingezet zijn daarop geselecteerd. We hebben manegepaarden allemaal. Die gebruiken we van Manege Pothoven. We hebben één eigen paard. Maar dat moeten inderdaad rustige paarden zijn met ook een vlakke gang. Dus niet zoals een Fries heel hoog opgeeft, want dat is gewoon heel naar zitten. Smalle paarden soms, of juist lekkere brede paarden. Maar net wat het lekkerste zit. En ja, gewoon rustig zijn. Paarden merken het ook wel hoor, dat er iemand op zit met een beperking. Houden daar op het algemeen wel rekening mee. Soms zijn ze een beetje eigenwijs, maar ook dat hoort erbij. Maar over het algemeen gaat het gewoon heel goed. En we hebben hele goede paarden hier, gelukkig zijn we heel blij mee. Lokale burgemeester Johan Kruithof reikte de diploma's uit. Voor sommigen was dat een heel emotioneel moment. Kruithof noemde het een grote eer om deze handeling te mogen doen. Nou, ik zou niet anders kunnen dan dat zeggen. Het is vanzelfsprekend een grote eer om bij deze manege, waar je ziet hoeveel vrijwilligers dit voor elkaar weten te krijgen, waar je ziet dat de Lions Club een bijdrage levert, maar vooral waar je ziet dat al die ruiters, ieder zo met zijn eigen kwetsbaarheden en zijn eigen problemen misschien, zoveel plezier beleven aan het met elkaar en met de paarden en met de bewegingen die ze daarbij maken, zichzelf bezighouden, zichzelf oppeppen. Het levert eigenwaarde op. Het betekent dat je iets bent. Je bent iemand. Dat is volgens mij zo belangrijk voor mensen. En ik vind het dan steeds weer een eer dat je daar als wethouder, als lokaal burgemeester in dit geval, namens dat college van burgemeesters en wethouders bij mag zijn. En u zei dat uw dochter hier ook paard gereden heeft? Ja, dat klopt. Ja. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik, waarom ken ik die weg zo goed? Oh ja, Meike, zo heet mijn oudste dochter. Nu volwassen, woont in Amsterdam. Maar toen als puber, heel veel pubers, zeker meisjes, hielden van paardrijden. Zij hoorden daar ook bij. Dus ik heb wat keren als brave huisvader mijn dochter hier naartoe gebracht en weer opgehaald. Dus het is een bekende plek. Een plek waar ik wel een warm gevoel bij krijg. De ruiters waren dol enthousiast. Voor hun is het niet alleen een leuke bezigheid, maar het doet hun ook goed. Heb je lekker gereden? Ja, was een leuk ritje. En ik heb jou net gevraagd, wat is jouw handicap? Wil je daar wat over vertellen? Ja, ik heb ADHD. En het paardrijden is voor jou positief? Ja. En waarom? Wat merk je aan je eigen gedrag door het paardrijden? Ik word er rustig van. Dotte, heb je een leuke dag gehad? Vertel me eens iets wat je vandaag hebt meegemaakt. Ik voel me wel leuk, want ik mocht ook zelf een proef rijden. Dus ik mocht ook helemaal alleen. En dat voel ik wel leuk, want er zit er ook nog een beetje uitdaging in. En dat is wel leuk altijd. En wat heb je gereden? Staf, draf of de galop? Ik heb eigenlijk alle drie gedaan. De vader van Lotte vindt het een voordeel dat zijn dochter hier kan paardrijden. Het is een wezenlijk verschil of Lotte paard kan rijden qua therapie. Of je moet vaker naar Klimmendaal voor therapie. En nu kan ze en de donderdagavond rijden en de zaterdag rijdt ze zelfstandig.
Dus voor spierspanning in de benen is het gewoon een stuk therapie. En jouw vader vertelde al dat het heel positief voor jou is, het paardrijden. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het wel heel fijn, want ook als ik moe ben, dan krijg ik er vaak toch wel weer energie van. En het is vaak ook wel gezellig met vrijwilligers, dus ja. Heel veel vrijwilligers maken het mogelijk om gehandicapten te laten paardrijden. Morgen is het bewolkt met geregeld een bui. Er staat een stevige wind en het wordt een graad of 15. In de avond en nacht is het bewolkt en blijft het nagenoeg droog. De wind is matig en het wordt zo'n 13 graden. Woensdag is het bewolkt en kunnen er een paar buien vallen. Donderdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Overdag wordt het rond de 17 graden en 's nachts rond de 11 graden.